mannen en auto's, ze zijn onafscheidelijk. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het merendeel van de mannen de auto belangrijker vindt dan hun eigen vrouw. En anders ben je gewoon een homo. Maar wij van Gotcha zijn daar heel erg blij mee en maken dankbaar misbruik van deze mannen. Want wij pakken ze waar ze het meest kwetsbaar zijn. De auto. Vandaag in Gotcha, Rick Engelkes. Zijn auto wordt afgevoerd door een takelbedrijf dat niet bestaat. Is dat een Porsche toevallig? Ja. Wegauto. Jasmine Sender. Een oversexe journalist vraagt haar het hemd van haar zwangere lijf. Heb je wel eens gefaked? Ja, sorry. Ik ga niet over mijn seksleven praten. Dat vind ik een beetje. En good old George Baker. Hij wordt nat tijdens een fotoshoot voor een Amerikaans muziekblad. Rick Engelkes. Oeh, ik ken hem nog als Dr. Simon uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Kreeg er helemaal warm van. Want welke vrouw wil er nou niet onderzocht worden door Dr. Simon? Hij is dus acteur, Rick. Ook van hele slechte reclamespotjes. En wat doet hij nog meer? Hij produceert theaterstukken en tv-programma's. Drukke mannetje dus, Rick. Ja, en drukke mannetjes hebben snelle lunchafspraken. We lokken Rick naar een restaurantje in Amsterdam, lekker aan het water. Je weet wel, zo'n plek waar je goed kan parkeren. Bij ons in het complot zit Anita van der Hoeven, oud-prestatrice en vriendin van Rick. Anita, vandaag een glansrijke rol voor jou. Maar wat gaat er gebeuren? Vertel eens. Nou, ik denk dat wij iets met de auto moeten uithalen. Want die auto die is voor hem echt zijn tweede kind. Zijn tweede vrouw, noem maar op. En ik denk, als daar iets mee gebeurt, ja, dan wordt hij echt gek. En wat hebben we bedacht? We hebben bedacht dat zijn auto wordt weggesleept en dat hij vervolgens ook gestolen wordt. Dat hebben we bedacht. Waarom verdient hij dit? Omdat ik vind dat hij zo overdreven is met zijn auto. Dat is echt zijn kind. En ook als hij aankomt rijden, je kent het wel, stoere gedrag. Dat ik vind dat hij daar wel even een lesje van mag krijgen. Is Rick een beetje zuiver op de graad? Ja, dat wel, absoluut. Weet je het zeker? Ja, weet ik zeker. Niet dat hij ineens straks gaat onderhandelen of zo met het wegslepen van even onder de tafel. Nou ja, voor zijn auto ja, ik denk dat hij dat wel gaat doen. Ja. Voor dat zijn gaat auto doen, heeft hij alles over. Alles. Dus alles. Probeert hij iedereen om te kopen? Ja. Ja, dat weet ik zeker. Want jij moet acteren, hè? Ja, dat zal niet makkelijk worden. Ik hoop dat ik er goed van afbreng en dat hij erin tuimelt. En jullie vriendschap? Nou, ik denk dat die wel op aan een zijdendraadje komt te hangen, ja. Ja. Dus ik denk dat ik hoofd moet goed maken. Hey, ik zet hem op, hè? Doen we, hè? Oké. Om Rick eens flink te pakken hebben we hulp nodig. Dus, wie zit er in het complot en wat doen ze? Anita speelt vandaag zit zelf, zit in het complot, heeft een zakelijke lunch met Rick. Saskia is de serveerster van het restaurant met een heel eigen menu. Tristan, onze politieman. Jon en Ernst, wegmedewerkers, of noem je dat? Ja, wegmedewerkers. Ja, iets met elektriciteit. En deze twee heren, heel belangrijk, jullie halen die Porsche weg. In de eerste instantie lijkt het wegsleepregeling. In de tweede instantie zijn jullie van een criminele organisatie. Ja, dat zijn dus de mensen voor de schermen. Maar achter de schermen gebeurt er nog veel meer. We hebben kabels. En nog eens kabels. En oortjes en zenders. En zwaaiende mannen. Dag, dag, schatje. Wat doe je vanavond? Zelfs in de lantaarnpaal worden camera's ingebouwd die op afstand bestuurbaar zijn. Mooi speelgoed. En dan is het zo ver. Nee, dit is niet Michael Knight, maar wel een dure en snelle auto. En wie stapt eruit? Jawel, het is Rick Engelkes. En dit is ongeveer de enige plek in Amsterdam waar je nog gratis kan parkeren. Ja. Wilt u vast wat drinken misschien? Iets gewoon water en iets van sparoot. Water-sparoot? Ja, is goed. Iets bruisends in ieder geval. Ja, Rick heeft zin in iets bruisends. Nou, wij ook. Oh, wat vervelend voor Rick dat er heel belangrijk werk uitgevoerd moet worden. En laat nou precies zijn auto in de weg staan. Hé, wat dom. Met de Rick Engelkes?
ik acteer zelf ook. En dan zie je toch de bekende gezichten, krijg je meer kans. Maar Rick is vandaag kansloos. En het erg is, hij heeft zijn auto pas net. Er staat 100 kilometer op de teller. Is hij net nieuw? Is dit weer een nieuwe? Dit is een nieuwe model. Oh, oké. Okay. Nou, maar ik weet wel dat jij jouw auto heel belangrijk is voor jou, hè? Dat vind ik leuk. Ja, want als ik mocht kiezen of dat ik zeg, als Kees tegen mij zou zeggen, nee, ik ga de auto wegdoen of... Nou, dat zou gek worden. Ja, ik vind dat, weet je, een soort verlengstuk voor jezelf. Gezellige Rick, een beetje chit-chatten met een goede zakenvriendin. Maar wat als je er zo achter komt dat je grote liefde bruut wordt afgevoerd door een takelbedrijf? Ja, en zo komt er een einde aan een jongensdroom. Is even een zwarte Porsche toevallig? Ja. Die wordt er nu even weggesleept. Dus ik zal even kijken. Ja, ik zag het net, dus ik zeg het maar even. Na de break, niet alleen Rick's auto wordt afgevoerd, hij zelf ook. Rick wordt beschuldigd van een misdrijf. Ik ben nog wel misselijk. Jasmin Zender krijgt een heel confronterend interview. Heb je wel eens